Ladies and gentlemen, hallo. Ik ben Teske en het is tijd voor Bouwplaats. Maar voordat ik begin met deze video wil ik jullie iets heel belangrijks vragen. Ik ben genomineerd voor een 3FM Award en dat is echt... zo serieus, ik kreeg een notificatie op mijn telefoon dat ze me hadden gementiond op Twitter, echt net een uur geleden. 3FM Awards, ken je misschien wel, 3FM is een radiostation, awards is hun awardshow. En ik ben genomineerd in de categorie beste social. En aangezien ik best wel veel doe met social media in mijn leven, dacht ik misschien is het wel leuk als ik die win. Dus mochten jullie op me willen stemmen, ik zet een linkje in de beschrijving waarbij dat kan. Ik zou het heel, heel, heel leuk vinden. Dus alvast dankjewel en dan gaan we nu beginnen. Met de video. Ik heb namelijk iets heel bijzonders. Ik kocht deze set tegelijkertijd met de falende sterrenlamp. Dus ik hoop dat dit niet zo'nzelfde soort faal wordt. Ik zag dat Dionne hem toevallig ook had gedaan een tijdje terug. Maar ik wilde deze ook heel erg graag proberen. Deze set, het heet de slijmfabriek. Wat betekent dat we in deze aflevering slijm gaan bouwen? Of allemaal verschillende soorten dingen, want je kan er heel veel mee blijkbaar met deze set. Dus we gaan hem even uitpakken. Allereerst hebben we deze bril, die ik natuurlijk op gaan letten. We hebben hier volgens mij allemaal kleurstoffen. Dit is een doosje met handschoenen en pipetjes. En dit is maismeel. En dit voelt zo raar. Ik heb nog nooit maismeel gebruikt voor iets, maar dit is dus volgens mij ook het key ingrediënt bij heel veel van dat soort gekke proefdingetjes. Dus ook dit gaan we gebruiken. Het heeft wel een People's Choice Awards gewonnen, zie ik nu. Dus als het niet leuk is, dan ligt het waarschijnlijk aan mij. Ja, ik heb hier dus een boekje en er staan allemaal verschillende manieren in hoe je er proefjes mee kan doen met deze set. Dus ik dacht, misschien kan ik er een paar met jullie proberen. Ik heb namelijk nog nooit slijm gemaakt. En ik ben wel heel erg gek op slijm uit de winkel. Gewoon hoe het voelt en hoe het beweegt en al die dingen. En sowieso vanaf het moment dat dit een soort van trend begon te worden, dacht ik, ja, dit is gewoon een trend waar ik wat mee kan. Dus toen ik dit vond op een webshop, dacht ik, ja, ik wil dit proberen. Dus dat gaan we doen vandaag. Ik ben al veel te lang intro aan het maken doordat ik zo enthousiast ben. Laten we iets gaan doen. Oké, misschien moeten we gewoon eventjes beginnen bij experiment 1. Gekke speelklei. We hebben één grote maatbeker nodig. Één kleine. Een houten spatel. Hierdoor krijg ik zin in ijsjes. Een pipet. Plastic spatel. De handschoenen. Blauwe kleurstof. Rode kleurstof. Waar is de gorgon? Hier! Gaat dit allemaal plaatsvinden in dit schattige kleine dingetje? Er staat zet een beschermende bril op. Dit is sowieso nu al de beste look die ik ooit heb gehad in een video. Giet 20 ml heet kraanwater in een kleine maatbeker. Oké, dat ga ik even doen. Oh, zo leuk. Verwijder met plastic spatel 1/3 van de hoeveelheid gorgon. Oh mijn god, 1/3 van de hoeveelheid. Hoe weet ik nou wat 1/3 van de hoeveelheid is? Ja, serieus, hoe weet ik dit nou? Ik weet het niet, ik ga maar gewoon een beetje gokken. Hoppakee. Oké, ik denk dat dit 1/3 is. Voeg nu met behulp van een pasteurpipet een paar druppels van de rode en blauwe bloed. Rode en blauwe voedingskleurstof toe. Oké, ik wil dat die meer blauw gaat zijn dan rood, dus ik ga... Oh! Oh, veel te veel. Bedoel. Dit gaat sowieso... Oh nee, ik maak allemaal blauwe vlekken op mijn tafel. Oh nee. Misschien had ik ook gewoon even een krant moeten neerleggen op mijn tafel. Nope. Nee, living on the edge. Doep, doep. Oh jongens. Oké, ik ga misschien toch even een ondergrondje pakken, want dit gaat helemaal mis. Misschien moet ik gewoon dit als ondergrond pakken. Ja. Ik ga het goed mengen. Wow. Super klonterig wordt dit. Ik denk dat ik er echt veel te veel gorgon in heb gedaan. Zo, dit stinkt ook, jongen. Ze geven me wel een veiligheidsbril, maar ze hadden me gewoon beter een knijper voor op mijn neus kunnen geven. Dus het is heel grappig, want dit is dus voor kinderen vanaf 8 jaar. En ik verpruts dit volgens mij nu echt compleet. Af en toe begin ik gewoon aan mijn mentale gesteldheid te twijfelen bij dit soort dingen. Want ik denk, ja, Teske... Wie ben je nou eigenlijk? Wat kan je nou eigenlijk? Ik heb dus niet naar de video van Dionne gekeken. Want ik wilde niet dat ik haar, zeg maar, na ging doen per ongeluk of zo. In gewoon dingen die ik zou zeggen. Maar ik ben nu dus wel heel benieuwd hoe zij dit heeft gedaan. Oké, ik denk dat ik het wel aardig gemixt heb. Wat nu? Zodra de gekke speelklei niet meer blijft plakken aan de wanden van de beker, kan je het verwijderen. Nou, dat duurt nog wel even voordat het niet meer blijft kleven aan de zijkanten. Het is echt super kleverig nog. Ik krijg er een lamme arm van, joh. Zou ik te veel of te weinig gorgon erin hebben gegooid? Oké, dus dit is... wat ik nu heb. Zoals je ziet, het is nog een beetje klonterig. Blijf maar gewoon doorroeren. Ik heb zo het idee dat ik niet veel langer kan blijven roeren. Even een power rondje nog. Oké, ik ga het eruit halen. Daarvoor moeten mijn handschoenen nat zijn. Kneed en rol de gekke speelklei tussen je handen totdat het stopt met plakken. Oké, kom hier.
Oh, dit voelt wel heel lekker. Ik heb het gevoel dat het gewoon te vloeibaar is nog. Het is echt super klonterig. Ik heb echt niet het idee dat ik dit goed doe. Maar zo met mijn handschoenen aan is best leuk. Kijk. Oeh. Maar ja, dit is niet waar ik naar op zoek was. Serieus, doe ik dit nou zo erg fout? Oh, ik voel me gewoon zo'n faal elke keer als ik dit soort video's ga maken. Misschien moeten we gewoon even doorgaan naar het volgende experiment. En dit even laten. Hoe jammer ik het ook vind, maar ik ben hier al zeg maar meer dan een half uur mee bezig geweest. Oké, abandon the ship. Dit mag weg. Oh, dit ding snijdt in mijn gezicht. Volgens mij heb ik helemaal een afdruk op mijn gezicht. Real pretty. Dit ding is natuurlijk voor kinderen. Dus het zit veel te strak om op kop. Ah! Ah, er is een stuk op mijn schoot gevallen. Gelukkig heb ik een blauwe rok aan. Dit is tot nu toe al een hele goede representatie van mijn dagelijks leven. Experiment nummer 2. Gekke bal. Ja, maar dit is weer precies hetzelfde. Dwaze speelklei. Dat vind ik leuk. Doe 5 eetlepels met maismeel in een kom of bassin. Kijk, maar dat snap ik gewoon beter, deze taal. 5 eetlepels. Hoe kan je nou zeggen dat ik een derde van dit potje moet nemen? Hoe kan ik nou uit dit potje waarnemen hoeveel een derde is? Ik weet het. Ik ben gewoon niet zo goed met dit soort dingen. Maar maak het makkelijk voor me. Dit experiment heeft moeilijkheidsgraad 2. Waarbij die andere net 3 had. Dus dit gaat vast goed komen. 5 eetlepels maismeel in de kom. Wow, een zak in een zak. 1, 2, 3, 4, 5. 25 milliliter water. En dan nu een beetje kleurenvloeistof. Oké, en dan nu mengen. Ik ga even voor jullie mee filmen. Dit is hoe het er nu uitziet. Oeh, mooi. Oeh. Wow, dit is echt mooi geworden. Ik ga het even in een wat kleiner kommetje doen, want hij is nu heel ondiep. Voor hoever ik dit kan zien, is het nog niet echt speelklei. Maar misschien heb ik het wel mis. Maar er staat dus een uitleg bij. Als je het langzaam schudt, zal het zich als een vloeistof gedragen. Als je de klei echt er stompt, zal het een vaste stof worden. Waar heb je het over? Als ik hem stomp? Oké, ik ga dit even proberen. Dus ze zeggen, als je het heen en weer schudt, dan blijft het vloeibaar. Maar als je het stompt, ik durf het helemaal niet. Ik ga mezelf pijn doen. Dit blijft toch gewoon hartstikke vloeibaar? Ik voel me echt zo weird. Oh, het is wel dikker aan het worden. Ik durf ook niet zo hard te doen, want het is helemaal blauw. En alles wordt blauw om me heen. Dit werkt echt niet. Stop met vloeibaar zijn. Ik ben echt super confused. Wat als ik er nog meer maismeel bij gooi? Oh, er gebeurt wel iets nu. Nog meer. Maar zodra ik stop met slaan, wordt het gelijk weer vloeibaar. Hoe kan ik dit jullie nou laten zien? Ik weet gewoon niet hoe ik dit jullie moet laten zien. Ik ga gewoon proberen om er nog meer bij te doen. Wow, volgens mij is het nu pas echt aan het werken. Ik doe even een beetje op mijn hand. Wow, wow, holy shit. Oh mijn god, dit is zo vet. Oh, het loopt helemaal uit. Oh shit, het zit allemaal blauw op mijn tafel. Oh nee. Ik denk dat het me is gelukt, jongens. Oké, dus dit is wat ik nu heb, dit goedje. En zoals je kan zien is het nu vloeibaar. Maar als ik nu ga knijpen, dan wordt het een bal. En zodra ik loslaat, wordt het weer vloeibaar. Het is zo weird. Het gaat heel snel. Het is nu dus een bal. En ik laat nu los. Wow. Ik leg dit nu hier zo even neer. En als ik die doos beweeg, dan loopt het ook gewoon naar beneden. Maar zodra ik dit doe. Wow. Dit, jongens en meisjes, is serieus een van de meest magische dingen die ik ooit heb gezien. Holy baloney. Oké. En misschien moeten we hier maar gewoon stoppen. Je kan nog veel meer maken met de slijmfabriek. Maar ik denk dat dit een mooi einde is. Het leek eventjes alsof mijn waardigheid echt gewoon op de vloer lag. En nu is het toch alweer goed gekomen omdat dit laatste me gelukt is. Ik weet niet of mijn eetlepels dan misschien veel kleiner zijn dan de eetlepels die zij bedoelen. Maar het was veel te weinig maismeel. Maar goed, uiteindelijk is het me gelukt. Dus ik denk dat ik mezelf een ware wetenschapper kan noemen. En een extreme rommelmaker. Want er zijn allemaal blauwe vlekken op mijn tafel en er ligt overal poeder op de grond. Slijm maken is niet gelukt. Magische, vloeibare / vaste klei maken, wel een beetje gelukt. Ik heb in ieder geval iets gebouwd, dus we kunnen het bouwplaats noemen. Deze troep is zo magisch. Wow. Ik heb in ieder geval lekker gespeeld. Anyway, dankjewel voor het kijken. Ik ben gewoon blij dat ik af en toe een kleuter mag zijn. En dat dan mijn werk mag noemen. Als je dus op me wil stemmen voor 3 Bim Awards, vind ik dat echt heel leuk. En dan zou ik zeggen, love you very much. Ik zou een kushandje willen geven, maar dan heb ik allemaal blauwe spul op mijn lippen. Maar love you. Bye. Bleh. En nu mijn handen wassen.
Mert kwam thuis. Dus ik zei, hey Mert, zal ik nog eventjes wat meer maken van dat spulletje? Dus dat hebben we gedaan. Kijk hoe raar. Mert wordt helemaal kijk. Kijk, het beweegt en ik doe zo en er gebeurt nog steeds niks. Kijk, het is zo half vloeibaar, maar het zit nog steeds niet aan mijn hand. Oh ja, het zit wel aan mijn hand. En als je het dan vastpakt... Kijk, ik heb het dichtgeklompt en nu is het opeens weg. Jongens, besef dus ook eventjes op het moment hier. Kijk, kan die pakken. Dus je moet het rustig doen. Kijk, zo. Kijk, ik heb gewoon een dikke klont nu. Dikke klont. Maar dan opeens. Kijk, en als het dus valt, dan wordt het eerst zo vast en dan verdwijnt het opeens heel snel. Wat als we het op de kast plakken? No! Deed je dat nou echt? Merd. Het blijft niet plakken aan de kast. Wow. Dan ben je echt zo'n verdwaald kind. Oké, ik ga een dier maken, ja? Ja, is goed. Oké, wat voor dier is het? Oh. Een inktvis? Nee. Een kwal? Nee, het was een slang.